that you visit Jerusalem. I hope that your stay here will be fine and that you will have to visit Jerusalem again. Ik zeg het al, dames en heren, met genoegen zal ik trachten straks via een ceremonieel gebaar de opening van deze schitterende hal te verrichten. Met genoegen, ten eerste omdat deze evenementenhal voor Leeuwarden en voor Friesland van grote betekenis kan worden. En ook omdat ik zo de mogelijkheid heb nog iets over onze provincie, over de toekomst daarvan en over de hoofdstad te zeggen. Leeuwarden krijgt met deze hal een accommodatie van allure. De grootste evenementen van culturele, industriële en sportieve aard zullen van nu af aan in Leeuwarden kunnen worden gehouden. Nee, op verzoeken op congressen, grote beurzen, manifestaties. Zo, ik noem maar een voorbeeld. Dat de Amerikaanse ambassadeur die hier vorige week was, de eerste man op de Amerikaanse ambassade die zich bezighoudt met in- en export, binnenkort hier naartoe laten komen. Overheid en bedrijfsleven zullen hem ontvangen en hem laten zien zoals een die dat kan. En ik zou ook vanochtend tegen hem willen zeggen, hij heeft met zijn stap de volledige steun van het provinciaal bestuur om ervoor te zorgen dat wij in deze provincie en hier in Leeuwarden een zo goed mogelijke toekomst tegemoet gaan. Wat aan het stadsbestuur, een gelukwens aan de inwoners van Leeuwarden, een gelukwens voor Friesland in zijn
million miles, which is equivalent to almost 6 million kilometers, I think, isn't it? Yeah, close. I'll have to. They have special people in New York. 1.652. Well, 3.4 kilometers. Yeah, we zijn er net even over, maar ik zal hem wel even meenemen. That's right. The exhibition, I will be here through Saturday. Part of which time I'll be telling about the flight of the Columbia and about the space program. We have movies to show on Saturday. Thank you. Hello. Can you sit on there? No. I'd like to invite you to our cocktail party. All right. Yep.
understand very much. Thank you for the privilege, for the opportunity, and for your hospitality. Thank you. Looking forward to the rest of the week. Bye-bye. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay. No speech, no, nothing at all. We also have a family reunion on Friday. We have a busy schedule. You are going to Pianto? Yes. We have a reunion this week. Friday. So it's going to be very nice to see all of them. Okay. Very nice to meet you. I hope to take a fish with our. Thank you for your welcome and for your hospitality and for your invitation. Thank you for all of it. Thank you very much. Okay. Jack, we have numbers to go to for the paper. Okay. They need the photograph. Thank you very much. Thank you. I also enjoyed hearing everybody. Kijk eventjes. Dat even hier draag. Zeer geschikt voor de cocktail. En later gooit hij het uit elkaar en gebruikt hij het weer voor een andere. Lage rug uitsnijden. Ja, en Claudette gaf het ook al aan. Een lage split. Heel laag tot de taille bijna. Aangespoten. De stem is daar opgespoten. Het ligt er bovenop. Helemaal aangerimpeld. Blijf je in de haltere lijn. Hij is ondergevoerd met dezelfde stof. Strapless, iets bredere banden. Rand. Dessin rond de taille. Dan is helemaal een mooi dessin. Zwart. Lila. Al groen vind je erbij. Smaakvol gedeeld. Grootvullend. Maar oranje is gewoon breed. Heft. Ik wil gewoon open. En dan ziet oranje zijn felle kleur en zo'n combinatie kan wel best. Brede tailleband, drie kleuren. Royale sleek. Zeer wijd uitstaande rok. Zitten wel vier wijd lagen onder. Daar voor gans aan deze japon. Grote hoed in de Grand Mère stijl, want die japon is ook in de Grand Mère stijl. Dus bij het passen. Ook daar. Daarbovenuit weer een roesje. Een roesje ook weer aan de onderkant van de mouw. Ook hier weer zoveel lage stoffen. Tailleband van satijn. Doorschijnend pasje in de hartlijn. Doorschijnende mouwen. Marabou langs de hals. En aan de onderzijde van de mouw. Om het winterse effect te benadrukken. Georges, dank u hartelijk namens de mannenkunst. Dat was Claudette.
ganz schmal. Duitse muziek op je radio. Perfect work. Yeah. Them, they don't like them anymore. But it's only, let's say, one every four or five years that we also enjoy the evening. Last year we had the evening. Well, I thought maybe one of them, they're so used to staying at home to eat that they don't go out much, but they do go out. They don't go out so much. It's just a people mostly. De reclamefilm ziet van de Bondspaarbank, dan moeten we toch eens opletten.